Dit is het project Samen in Beweging van het ZonMW-programma aan de slag met preventie in uw gemeente in het kader van het vierde preventieprogramma. De looptijd is van oktober 2018 tot en met december 2023. Waarom het project Samen in Beweging? In Nederland blijven steeds meer ouderen op langere leeftijd thuis wonen. En dat is ook iets wat mensen heel graag willen, zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente wil daar met preventief beleid aan bijdragen door in te zetten op beweging. Want beweging heeft allerlei positieve effecten en draagt bijvoorbeeld bij aan zelfredzaamheid. In het project werken er 6 gemeenten samen. Het zijn 4 gemeenten uit de provincie Overijssel en 2 gemeenten uit de provincie Gelderland. In Overijssel zijn dat Zwarte Waterland, Steenwijkerland, Kampen en Hardenberg. In Gelderland zijn dat Oost-Gelre en Winterswijk. Zij werken samen met de GGD IJsseland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Hogeschool VIA en Academische Werkplaats Agera aan dit project. Daarbij werken we ook samen met lokale partners, lokale organisaties om de uitvoering van Samen in Beweging vorm te geven. In de leergemeenschappen werken we samen met beleidsmakers, professionals en bewoners. Het onderzoek richt zich vooral op het programma Welzijn op Recept. En in dat programma willen we vooral kijken naar hoe is het proces van samenwerken in de verschillende gemeenten die meedoen aan dit project. Om de activiteiten te bepalen zijn er in alle 6 gemeenten verschillende stappen gezet. Allereerst is alle data geanalyseerd rond kwetsbare burgers. En er zijn interviews gehouden met organisaties en met bewoners over dit onderwerp. En we hebben procedure doorgelopen om een keuze te maken. Het gaat erom dat de activiteiten echt passen bij de wensen van de mensen zelf. En dat ze door die activiteiten ook andere mensen ontmoeten. Bijvoorbeeld via sport en spel, via vrijwilligerswerk. Maar ook mensen echt letterlijk uit hun stoel halen. En bijvoorbeeld met anderen laten koffie drinken. De centrale activiteit is daarom ook Welzijn op Recept. Waarin in principe in eerste instantie huisartspraktijken doorverwijzen naar het welzijnsaanbod. Maar later willen we dat uitbreiden naar wijkverpleegkundigen en buurtsportcoaches. Mensen die contact hebben met de kwetsbare burgers en die hen door kunnen verwijzen. Het doel is dat we kwetsbare groepen in beweging brengen, zodat ze langer vitaal blijven, langer thuis kunnen blijven wonen, langer mee kunnen blijven doen. De doelgroep kwetsbare mensen, dat zijn ouderen, dat zijn mensen met een chronische aandoening, dat zijn mensen met een psychische aandoening. We willen graag de samenwerking rond hen van beleidsmakers en professionals verbeteren. Aan de andere kant willen we ook inzicht krijgen in het effect van het programma. Zijn mensen echt daadwerkelijk meer in beweging gekomen? En wat zijn ze dan gaan doen? En als het over beweging gaat, gaat het om letterlijk bewegen en ook om sociaal bewegen. En we willen inzicht krijgen in wat het effect van welzijn op recept is op de verschillende aspecten van gezondheid. Nou, we zijn blij met de samenwerking die tot stand is gekomen. Zowel tussen de organisaties als in het lokale veld. We zien dat onze leernetwerken heel goed lopen, goed worden bezocht, ook al zijn ze digitaal. En ook zien we heel veel vorderingen op welzijn op recept. Daar zijn we heel blij mee.